Voorzitter Ronald Hooghart van de Centrale van Landsdienarenorganisatie, CLO, heeft vandaag tijdens een assemblée verschillende zaken aangekaart. Zo heeft hij de situatie in het land besproken die ertoe geleid heeft dat mensen ervoor kiezen te protesteren. Hooghart verklaart dat hij en lidbonden van de CLO de actie zullen ondersteunen. Hij benadrukt dat de protesten bedoeld zijn om verbetering in de leefsituatie in Suriname teweeg te brengen. We hebben alles om het beter te hebben in dit land. We hebben alles, alle soorten mineraalgassen. Diamanten, goud, zilver, alles aan het uranium. Hooghart geeft verder aan dat er genoeg potentie in het land is. De burgerij moet het naar zijn zeggen, dus goed hebben. Echter kunnen we als land nog niet op dat punt komen, omdat het volk volgens hem niet kritisch genoeg is. Wala mala, dan goed hoeven. Maar zij doen het goed. Omdat we luisteren niet, we lezen niet, we leren ook niet. Maar jij, zo lees je, denk dat je boe adviseur. Maar kon man naar het domaan en haar want te geven. De domaan kon koning. Kon man uit de bron. Hoe verstaan ze dat? Dus de adviseur. Nu zijn jonge mensen. Nou, hoe kill. Hooghart heeft ook de situatie besproken van het wegtrekken van het zorgpersoneel. Hij wil dat er spoedig verandering hierin komt.